Maar als je dan wil weten om nou te zeggen wie op welke plek moet zitten, ja, dan hebben we volgens mij natuurlijk een profiel nodig van de persoon die dat gaat doen. Exact, het Het AIM-profiel. AIM-profiel. Ja, dat is een Excel eigenlijk, met eigenlijk de taken en de verantwoordelijke rollen die je in een organisatie nodig hebt om asset management in te richten. Het is een uniforme rol, dus het kan best zijn dat je in je organisatie een hele andere naam bij de rollen hebt. Dat zijn noem maar vaak functies, maar wij hebben een uniforme overzicht gemaakt van rollen in de organisatie. Asset management, asset eigenaar of een service provider. En daarin subrollen gedefinieerd. Zodat je verschillende taken en verantwoordelijkheden kan bundelen in een rol. En die rol maakt samen, ja, kan een functie zijn. Maar om daar een overzicht te hebben, is daar dus het AIM-profiel te doen. Zodat je als teamleider of mensen die zeggen van, nou ja, we willen graag deze organisatie, willen we even kijken, hebben we nu alles wel ook in rollen belegd? Want het kan best zijn dat de ene heel veel rol op zich heeft genomen, maar het kan best zijn dat een bepaalde rol ergens bij iemand anders neer kan worden. Nou, dit overzicht is vooral bedoeld om inzicht te krijgen en bewust worden van die rollen, dat er verschil is tussen rollen en verantwoordelijkheden bij wijze van spreken, en dat er verschil is tussen rol en de verantwoordelijke. En dat er ook bedoeld is om het gesprek met elkaar aan te gaan. En welke rollen zijn er en met wie werk ik ook samen? Het is ook een soort van bewustwording van het samenwerkingsproces. Nou, het kan ook helpen om te kijken van, nou ja, we moeten een rol opvullen. Is het dan logisch dat we dezelfde mensen bevragen om dezelfde rol op te nemen? Of kunnen we daarin in switchen? Nou, wanneer kan je het dan gebruiken? Nou, inderdaad, gewoon bij een teambuildingsdag zou je het kaartspel kunnen gebruiken. Of een team naar de kant gebruiken bij een vacature. Om een vacaturetekst op te stellen. Ik laat nog even zien hoe het is. Het is eigenlijk heel simpel Excel. Nou ja, misschien juist door die simpelheid kan je dus ook zelf alles eruit trekken om het voor je eigen organisatie ook toepasbaar te maken. Zodat je ook een soort organigram kan gaan maken. En dat organigram, je ziet het al, er staan functies op. Maar die functies, dat is gewoon een functietitel. Ik ben kenniswerker. Nou, u weet misschien niet eens wat dat precies inhoudt. Maar ik heb een aantal rollen wat die functie beheerst. En dat kan net verschillen tussen een andere kenniswerker of andere kenniswerker. Voor ik het thema asset management heeft een andere meer te maken met datadigitalisering. Maar de kerntaak van de kenniswerker. Die is overal hetzelfde. Nou, dat lezen we ook hier in het AIM-profiel, dat er verschillende kerntaken zijn die bij een bepaalde rol hoort. Zoals een vakspecialist, die heeft een aantal kerntaken en die hebben een aantal verantwoordelijkheid voor producten. Nou, die producten zijn gekoppeld weer aan het AIM-profiel, AIM-pro-model voor asset management, zodat je daar ook een link kan leggen. In het blauw zien jullie ook wat onderscheidende competenties. Dat is eigenlijk een suggestie voor te zeggen van, nou ja, als je aan omgevingsmanagement, als je die rol toebedeeld hebt gekregen, ja, is het wel lastig dat je, of is het wel gebruikelijk dat je daar een bepaald inlevingsvermogen hebt en dat je daar gespreksvaardigheden hebt dan mensen die juist heel veel een rol hebben die vooral secuur en accuraat moeten gaan werken. Nou, dit is iets om meer te geven. Dit is geen duidelijke beproefd concept, maar het geeft wel echt duidelijk wel aan van hey, welke competenties zou je bij een bepaalde kerntaak nodig hebben. Nou, wat heb je dus eigenlijk met dit AIM-Pro-model als je AIM-Pro-view, als je daarmee aan de gang gaat? Nou, inzicht in ieder geval in een uniforme definitie van taken en rollen, maar ook een kaartspel, dus een werkvorm om gesprek aan te gaan. En je kan het inderdaad ook gebruiken voor eventueel een ontwikkelplan. Als je zegt, nou, ik ben verantwoordelijk voor een bepaald team. Maar ook zelf, als je kijkt van, hey, welke rollen heb ik nou eigenlijk met mijn collega's? En kan je dat ook een logische verdeling van maken? Want uiteindelijk gaat het om het mooie samenspel binnen asset management. Samenhang is inderdaad met het AIM-Pro-model voor asset management en beheersstatistiek, waar vooral procesmatig wordt aangegeven wat er moet gebeuren, welke activiteiten. En waar een profiel juist de relatie legt met maar wie dan en op welke verantwoordelijkheden hebben degene. Dat even in het kort over het eindprofiel.
Ja, dankjewel, Simon. We hebben inderdaad in het filmpje wat je net liet zien, maar er is vooral naar het Excel-model wat daarin zit. Er is ook een kaartspel betrokken bij iMProfiel. Nou, is dat niet voor ons helemaal mogelijk om in een filmpje helemaal uit te leggen. Kun je daar nog wat over vertellen? Ja hoor, het kaartspel geeft eigenlijk op een hele leuke wijze inzicht in de verschillende rollen die er zijn. En met een kaartspel, ja, dat gaat natuurlijk een beetje om winnen, maar het gaat ook om te kijken van, hé, wat hoort nou bij waar? Het is inzicht van, nou ja, as a manager, als organisatierol, bestaat uit verschillende subrollen. En dan kan je zeggen van, ja, als je de functie as a manager hebt gekregen, ja, maar wat hoort daar dan bij volgens deze managementprincipes. Ben je dan ook verantwoordelijk voor het uitkiezen van de straatstenen, bij wijze van spreken? Nou ja, welke verantwoordelijkheid heb ik daarin? Ben ik dan ook verantwoordelijk voor beleid op te stellen rondom asset management of voor klimaatadaptatie? Nou, in het kaartspel kom je gaandeweg af van, hey, die rollen hebben bepaalde taken en die taken die horen eigenlijk bij deze rol. En liever niet bij een andere, anders dat je daar een rolonduidelijkheid krijgt. En de kaartspel kom je dus eigenlijk in gesprek. Nou, verschillende gemeentes en waterschappen hebben dat kaartspel ook gebruikt om te zeggen van, hey, hoe gaat het in een team? Waar je uiteindelijk een volgende stap kan zetten door te zeggen van, nou ja, hey, misschien kunnen we de taken en rollen even veranderen. Ja, volgens mij is dit kaartspel naar te vinden in de kennisbank als eigenlijk een aantal PDF's met verschillende soorten kaarten die dan af te drukken zijn. Er zitten ook nog een paar blanco's in die je dan het zelf kan invullen. En volgens mij staat er inderdaad voor om toch iets van 2 tot 3 uur uit te trekken met een groepje om dit daadwerkelijk op die discussie aan te kunnen gaan met elkaar. Toch? Absoluut. En dat is denk ik overal de rode draad. Dit zijn allemaal ondersteunende tools uiteindelijk voor maatwerk in je eigen organisatie om het gesprek aan te brengen, om verandering te brengen. En dat kost gewoon eenmaal tijd.